bij u in de wijk Leidse Rijn. En fijn dat u weer kijkt. De Emmaus, zoveel meer dan een tweedehandswinkel. Ik spreek met twee vrijwilligers. Utrecht gaat weer open. Ik ga op bezoek bij Brenda van Café de Don. Vervolgens nemen we een kijkje in de andere wijk. Ik ben hier bij Emmaus Domstad, een organisatie die niet zonder vrijwilligers kan. Ik ga in gesprek met twee van hen. Vier jaar geleden stond ik in de rij bij Emmaus Lombok, had ik wat spulletjes gekocht. En toen hing er een briefje aan de muur van dat we vrijwilligers zochten en toen dacht ik... Ik ga het gewoon doen. Dus toen ben ik achter de kassa heb ik gevraagd van wat moet ik doen om vrijwilliger te worden. En toen heb ik een gesprekje gehad en toen mocht ik blijven. Je werd ter plekke aangenomen. Er was niet zo heel veel voor nodig. Nee, er zijn vrijwilligers op allerlei gebieden nodig en ik vind kleding heel leuk. Dus daar mocht ik meteen aan de slag. Maar je hebt ook nog een baan ernaast. Ja, ja, ik werk bij een communicatiebureau. 36 uur per week. Maar hoe handel je dat allemaal? Ja, ik vind het eigenlijk best wel makkelijk, want ik vind dit zo verschrikkelijk leuk. Het voelt meer als een soort hobby als ik dit ga doen. Ik kan echt op donderdag al denken van, zaterdag mag ik weer. Ja. Wat doet een vrijwilliger zoal? Nou, op de kledingafdeling sorteer je vooral kleding die binnengebracht wordt. Dus wat super tof is dat we van Utrechters heel erg veel kleding krijgen. Echt karren, zakken, tassen, vuilniszakken vol. Die komen allemaal naar Overvecht. En in Overvecht gaan we alles uitzoeken. Dus dan kijk je of het schoon is, kijk je of het heel is. Kijk je of het niet uitgelubberd is of gewoon nog goed draagbaar is. En dan gaan we het prijzen en komt het in de winkels. Hoe ben jij bij de Emmaus terechtgekomen? Dat begint met een gezondheidsachtergrond van mij. Ik heb de ziekte van Crohn. Dat is een chronische darmontsteking. En dat gaat gepaard met heel veel vermoeidheid. En daardoor heb ik een hele tijd ziek thuis gezeten. Op een gegeven moment kreeg ik van mijn specialist in het ziekenhuis een traject voorgeschoteld. Eigenlijk 3 keer een minuut op een dag buiten lopen. Volgende stap daarin was vrijwilligerswerk gaan doen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk en toen kwam ik bij Emmaus uit. Het opbouwen dat ging zo goed dat ik binnen 3 maanden 40 uur per week aan het werk was bij Emmaus. Vol enthousiasme. Waarom vol enthousiasme? Ik heb daar gewerkt op de Elektra. Daar ben ik gek op. Je krijgt daar spullen voor je neus die je nergens anders tegenkomt. Versterkers uit de jaren 70, 60. Prachtige spullen. Dat ten eerste en ten tweede de mensen. Dat is het leukste. Kringlopen is eigenlijk wel heel mooi, want we gooien ook gewoon heel veel goede kleding weg. Ja, dat is wel... Ik denk dat iedereen die hier komt werken daar wel even van staat te kijken. Als je ziet hoe ontzettend veel spullen we weggooien, dat vind ik wel eens ontluisterend. We kopen dus ook heel erg veel en we zijn ook weer heel makkelijk om het weg te brengen. Maar op zich vind ik dat heel fijn dat mensen het hier brengen en niet gewoon maar in de prullenbak gooien. Want de winkel loopt vol. Elke dag zijn er mensen die hier kleren komen kopen. Dus het komt wel weer heel goed terecht. Maar het is wel... Net nog pakte ik een jurkje uit en het prijskaartje zit er nog aan. En ik ben er wel bewuster van geworden sinds ik hier werk. Ik denk dat ik 90% van mijn kleding tweedehands koop en niet meer nieuw. Ben je nog steeds vrijwilliger? Toen ik op een gegeven moment 40 uur aan het werk was, toen dacht ik inderdaad van wat ga ik doen met de rest van mijn leven. Nu ik weer gemerkt heb wat ik allemaal kan lichamelijk. Toen ben ik even tijdelijk een studie begonnen. Deeltijd en deeltijd als vrijwilliger aan het werk. En al snel kwam ik erachter dat waar ik zat bij Emmaus toch echt is wat ik wou gaan doen. Dus nou, met volle overtuiging doe ik dit met zo ontzettend veel plezier. Ik mag je het leuke nieuws vertellen dat ik sinds 2 maanden in vaste dienst ben. Dus dat is nu mijn werk geworden. Ja. En wat doe je dan?
Ik ben vestigingscoördinator in Lombok, dus verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van die winkel. In het hart van de meren, daar ligt Café De Don. Wat is het voor een café en hoe blij zijn ze dat ze weer open mogen? Ik ga het vragen aan Brenda. Is het voorbij? We zitten hier heerlijk in het zonnetje op het terras bij Café De Don. Maar hoe is het jou de laatste tijd vergaan? Ja, het is wel heftig. Ik ben in januari overgenomen en in maart moest de deur weer sluiten. Dus dat was wel heel erg lastig. Maar we hebben natuurlijk wel veel acties wel zelf gedaan, zoals appeltaarten bakken en bierpakketjes verkopen. Het is eigenlijk best wel uitzonderlijk, want volgens mij zit er in de hele omgeving geen kroeg. Nee, in de meren. Dat is de enige kroeg in de meren. En dus dat is ook wel bijzonder inderdaad. Dat brengt verdriet. Ik mis jouw lach. Ieder... Lekker in het zonnetje, terras open. Heerlijk. Hoe is dat voor je? Ja, fantastisch. En wat maakt het zo fantastisch? Nou, het is gewoon precies op tijd eigenlijk. Het is heel slecht weer geweest en dan wordt het een beetje weer. En we zijn allemaal blij denk ik dat het terras open gaat nu. Heb je het overgenomen een maand later, lockdown? Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik zat hier met de medewerkers van De Don. En we gingen dus bekijken wat Rutte ging zeggen. En was wel verdrietig, ja. Ja, ik moest even weglopen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik neem aan, je hebt je baan opgezegd. Ja. Je hebt hier je huur. Maar ineens geen inkomen meer. Nee. Want dat is echt... Maar hoe heb je dat... Ja, hoe heb je staande kunnen houden? Nou, ik heb natuurlijk hele lieve mensen om me heen. En ook mensen die voor mij een doneeractie hebben georganiseerd. Waar ik 10.000 euro van heb gekregen. En hoe voel je dan als je dat geld binnen ziet komen? Ik weet nog wel de dag dat ze kwamen vertellen. En, want het was een verrassing. En ik zat eigenlijk gewoon alleen aan mijn bar natuurlijk. En ik was dingen wat uit aan het zoeken. En toen kwamen hun met z'n tweeën binnen. Robert en Dennis heten ze. En die zeiden van ja, we hebben iets wat je nu moeten vertellen. Ik denk, oh jee. Ik dacht, het wordt heel wat ernstig. Maar en toen kwamen ze dit vertellen dat ze al op... ze hadden volgens mij nog geen week... Ze waren net een week begonnen en hadden ze al volgens mij al 5.000-6.000 euro opgehaald. Nou, en toen schoot ik helemaal vol. Hoe zie jij de toekomst voor je? Ik hoop dat, ja, dat alles weer van ouds wordt. Dat we ook gezellige avondjes kunnen houden. 'S Middags een lekkere lunch draaien. En daarna een borreltijd. En daarna gewoon s'avonds met de jeugd ook gezellig maken. Want ja, die missen natuurlijk ook wel het een en het ander. Dus ja, met een dj'tje of zangetje of iets. Ja. We maken een nieuwe serie. Huisje met geschiedenis. Het eerste huis staat hier achter me. Is helemaal van hout. Hoe zou dat hier komen? En wie is de eigenaar van dit huis? We gaan op onderzoek uit. Gaat u met me mee? Hallo. Hey. Daar hebben we. Welkom. Hallo. Mag ik even de elleboog? Dag. Hallo. Wie zijn jullie? Ik ben Rick. En ik ben Hilde. En wie zijn die kinderen? Dit is Fiek, ben dat is Sine. Rick, dit is een prachtig houten huisje hier zo midden in de wijk, vlak langs die spoorlijn. Wat is de geschiedenis? Ja, dat vroeg ik mij ook af. Toen wij hier kwamen wonen, toen moesten we eerst heel erg verbouwen. En dat heeft echt wel een jaar geduurd of zo. Ja. Maar toen
toen, ja, we hadden zoiets van, dit moet toch wel een heel bijzonder verhaal hebben, dit huis. Ja. Daar ben ik ingedoken, ben helemaal het archief ingedoken, het Utrechtse archief. Ben ik gaan zoeken op die website van, wat is er iets te vinden? Nou, ik vond één leuke foto, die zal ik straks wel even laten zien. Maar ik dacht, ja, dat moet toch veel meer zijn. Dus ik ben me daar ook helemaal in gaan verdiepen en heb uiteindelijk heel veel materiaal gevonden. Heb helemaal die geschiedenis uitgeplozen. Maar er zijn echt nog wel een paar dingen die ik niet weet. Dus het blijft een hele mooie puzzel. Maar dit was de allereerste foto die ik vond. Dus echt een zwart-wit foto uit 1991. Zo. En eigenlijk, ja, dit bordje, dat hangt er nog. En heel veel dingen die toen wij het huis kregen, toen dus dat die kachelpijp erop. En het was nog heel erg hetzelfde. Maar dat was het eerste aanknopingspunt. En toen ben ik gaan zoeken, zou er een bouwtekening of zo van zijn? En daar kreeg ik wat hulp bij het archief ook. Als ik zocht op Schutstraat 89, vond ik verder niks. Maar ze konden me toen helpen aan deze bouwtekening. Oh, wat mooi. En echt zo'n mooie blauwdruk. Ja. En hier zie je 1944. Toen is het hier op deze plek geplaatst. Maar je ziet iets anders geks. Hier zie je 35 staan. Ja. Dus die tekening, die komt uit 1935. 35. En er stond hier ook, directiekeet voor de spoorwegen voor Utrecht-Zuid. Dus zeg maar de spoorlijn richting Arnhem en Den Bosch en zo. Ja. Terwijl we hier aan de spoorlijn naar Amersfoort zitten. Ja, dus dat snapte ik natuurlijk niks van. Maar wat blijkt nou? Dit huisje is verplaatst. De functie van dat huis, wat was dat eigenlijk? Ja, dit was dus eigenlijk een bouwkeet. Een best wel grote bouwkeet, een beetje luxe directiekeet noemden ze het. Okay. En hier zaten dan de opzichters en de ingenieurs. Die zaten te werken aan tekentafels en zo. En hier heb je een foto van, van binnen genomen. Ja. Hier aan de muur zie je een spoorkaart liggen. Want die werkzaamheden, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Dat is om die spoorbaan op te hogen. Hè. Dus in de eind jaren 30 zijn die sporen allemaal de lucht in gegaan. Okay, omdat mensen urenlang te wachten stonden altijd dus voor die spoorbaan. Dus konden ze onderdoor, ja. En nu zijn is het helemaal verhoogd. Helemaal naar het zuiden en naar het noorden toe. Ja. En hier zie je inderdaad dat die kaart van de werkzaamheden Zuid, die hier aan de muur hangt, die zie je hier. Dus ook op de foto staan. Dus dit zijn wel echt de oudste foto's die ik heb. En we hebben heel erg geluk dat in die tijd was er iemand die dus ook bij de spoorwegen werkte. Die waarschijnlijk de opzichter zelf die foto's gemaakt heeft. Deze bouwtekening is als eerste gebruikt inderdaad voor de werkzaamheden aan de Vondellaan. Zeg maar bij de kruisvaart. Ja. Dus dat vaartsrijstation. Ja. Daar heeft hij eerst gestaan, dus voor de oude MTS. Het is verhuisd. Ja, in 1939 is hij daar afgebroken. En toen is hij pas 4 jaar later hier weer opgebouwd. Het is een raadsel nog. Want als je ook satellietfoto's kijkt, ik weet vrij zeker dat hij er dus voor 1944 niet heeft gestaan. Dus of hij heeft nog in de tussentijd op een andere plek gestaan. Want er gingen wel werkzaamheden door aan die spoorwegen. Of hij heeft ergens opgeslagen gelegen. Wat zou je de kijkers van dit programma nou willen vragen? Nou ja, ik ben dus echt al op zoek naar zoveel mogelijk informatie over dit huis. Wat ik net al even aanstipte, ik ben hem een bepaalde periode kwijt tussen 1940 en 1944. Maar eigenlijk ben ik wel benieuwd naar alles. Weet je, als mensen oude foto's hebben, misschien die aan de overkant hebben gewoond vroeger, of de oude bewoners kenden misschien. Of zelfs dus, die familie Verburgers die zich meldt, dat zou ik heel leuk vinden. Nou. Dus ik ben gewoon heel, kom maar op, hè? Weet je wel. Ja. Ja. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. Wilt u de filmpjes nog een keer terugkijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal of op onze website. U kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot volgende week. Bye.